How dare you, Rutger Koppelaar? Hoe durf je om zomaar in je eigen vrije tijd een shirtje aan te trekken wat niet door de Nederlandse Atletiek Unie is goedgekeurd? Geen wonder dat ze je teruggestuurd hebben van de Wereldkampioenschappen Atletiek. Je weet, als het nou seksuele intimidatie is, of aanranding of verkrachting, daar kom je bij de Atletiek Unie gewoon tientallen jaren mee weg. En bij doping is ook niet zo erg, daar kijken ze de andere kant uit. Soms faciliteren ze het zelfs. En in de tijden van de Schulting en Olieslager, heel erg lang geleden, dienden ze het zelfs toe. Maar die mensen hebben iemand nodig om naast hun op de foto te gaan staan. Dus ze hebben winnaars nodig. Betuttelaars, bestuursleden hebben winnaars nodig, zodat ze er heel trots naast op de foto kunnen gaan staan als ze een medaille hebben gewonnen. Maar een shirtje, een verkeerd shirtje aantrekken, hoe kun je zo stom zijn, man? Het is echt, let op, van de week verdient Sivan Hassan de tweede gouden medaille. Sivan Hassan die in een dopinglaboratorium traint in Oregon. Maar daar trekt de Nederlandse Atletiek Unie zich niks van aan. Want ze kunnen straks weer met op de foto. Ja, tenzij ze gepakt worden natuurlijk, dan distancieren ze zich daar enorm van. Maar ja, een shirtje, ja, ik begrijp niet hoe je dat ooit hebt kunnen doen. Wil je wel oppassen volgend jaar dat je de juiste sok aan hebt op de Olympische Spelen? En ik weet niet of je onderbroek draagt, ja of nee, maar als je die hebt, pas op, hè, want er komt vast een onderbroekcontrole. Die luisteren gewoon hartstikke gestoord.